Ik ben Vinten. Hoi, ik ben Milan. En wij gaan het in deze vlog hebben over de maatschappij in 2040 in Zwijndrecht. Wij denken dat in 2040 de maatschappij in Zwijndrecht heel anders eruit gaat zien. Wij denken dat ze thuis gaan zitten, dus het onderwijs gaat thuis gegeven worden, gewoon via een webcam, en dat ze daar dan waarschijnlijk gewoon school gaan krijgen. De overheid kan hierdoor bezuinigen op het onderwijs, omdat ze dan geen huur meer nodig hebben voor gebouwen of andere dingen zoals nieuwe spullen of als er nieuwe computers moeten zijn. Dat kan allemaal via thuis geregeld worden. Daardoor hoeft de overheid minder geld uit te geven aan het onderwijs en gaat de staatsschuld in de loop van de tijd gaat dat minder worden. Omdat nu al zoveel kinderen op hun telefoon zitten, denken wij dat het in 2040 nog erger is. Wij denken dat de overheid dat veel mensen veel dikker worden en de overheid gaat het juist stimuleren dat de jeugd meer gaat sporten. Zoals meer sportvelden aanbrengen. Sportscholen, dat je niet vanaf je 16e pas in de sportschool mag, maar gewoon daarvoor al wel onder begeleiding van je ouders. Dat je ouders gewoon worden begeleid met koken of iets, want heel veel kinderen eten ongezond, waardoor ze ook dikker worden, waardoor de stijging van obesitas in Nederland ook toeneemt. Omdat er nu al zoveel ouders op de weg zijn, denken we dat het in 2040 nog meer is. De overheid gaat dit veranderen naar ze meer schonere auto's willen. Ja, en dat is dan beter voor de gezondheid van de mens. Maar er moeten ook veel meer wegen komen, want nu zijn er al vaak files. Alleen, ik denk dat er zeker wel meer dan 1 miljoen auto's of zo in Nederland extra komen. Omdat er ook steeds meer mensen komen in Nederland. Dus ja, dan moet je de wegen ook beter maken en schoner. En de auto's moeten schoner voor gezond. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. We hopen dat jullie het leuk vonden. En we zien jullie de volgende keer. Doei. Hey.